Allerliefste schatten, als er iemand van jullie deze vakantie ook op reis gaat naar Frankrijk, luister dan even goed. Want in Frankrijk spreekt iedereen Frans. Dus als ik naar daar ga, moet ik toch een klein beetje Frans kunnen. Ik moet bijvoorbeeld de weg kunnen vragen voor als ik niet meer weet waar ik ben. En daarom heb ik links en rechts geleerd in het Frans. Dat is gauche en droite. En om het voor mezelf een klein beetje gemakkelijker te maken, heb ik op mijn linkerhand gauche geschreven en op mijn rechterhand droite. En nu ga ik gewoon de hele dag oefenen, zodat ik deze twee Franse woordjes nooit, nooit meer vergeet. Gauche, droite. Gauche, nee, droite. Ja, droite en gauche. Gauche en droite. Gauche en naar droite. Naar gauche en naar droite. Komt helemaal goed.